Podium T maakt een voorstelling over burn-out. Maar het is niet zo dat wij iets gaan laten zien. Het is heel erg samen zoeken, ontdekken, uitproberen. Theater, muziek, zang, maar ook discussie. Een open theaterstuk waar je echt als publiek bij mag zijn. Je moet denken zoals je wilt gaan. Er is een vraag gekomen uit het veld bij mij om jonge mensen, studenten in de knel met psychische problemen, om dat taboe, dat probleem aan de kaak te stellen. Nou, ik wist aanvankelijk niet hoe groot dat probleem was. Dat zijn we met een aantal acteurs, die heb ik bij elkaar geroepen, gaan onderzoeken. Vanaf daar zijn we eigenlijk een heel lang traject van allemaal onderzoek gaan doen en hebben met heel veel mensen gepraat. Ik was eigenlijk verbaasd over de cijfers die we in het onderzoek voor die voorstelling allemaal te zien kregen. Eerlijk gezegd was ik me er nooit zo van bewust. In de tijd dat ik studeerde had ik het idee dat er allemaal niet zoveel aan de hand was. Maar ik denk dat het eerder kwam omdat ik het niet zag dan dat het er niet was. Eigenlijk zijn we die hele zoektocht in een voorstelling gezet. En daar was vanavond de eerste lezing van. Dat was een superspannend moment. Maar wat zo mooi is dat we heel veel dingen terug hebben gehoord. Waarvan we nu kunnen zeggen, nou, het klopt. We zitten op de goede weg. Het is relevant. Het is van nu. En het is zo interessant omdat het niet precies bekend is in hoeverre dit eigenlijk echt een probleem is. Als je een kinderfeestje hebt met je kinderen en er zit een klein meisje bij dat niet meedoet, dat snijdt iedereen door zijn hart. Dan ga je wat doen, dan ga je met dat meisje praten, je gaat helpen om ze toch mee te kunnen laten doen. Nou, je moet je voorstellen dat heel veel mensen in onze samenleving in zo'n rol, alleen veel minder zichtbaar, terechtkomen. En we doen niks omdat we het niet zien. Nou, daarom is die voorstelling belangrijk. Ik hoop dat wij met deze voorstelling kunnen laten zien of invoelbaar kunnen maken voor mensen die heel hard werken en op de universiteit zitten. Dat we onszelf hele hoge standaards opleggen en dat je daar niet altijd aan hoeft te voldoen. En dat het misschien ook niet eens reëel is. Dus dat je soms ook even eruit mag stappen en niet mee hoeft te doen. Vanavond gaat het toevallig over de co-assistent. Maar dat is op maat te maken voor ieder vak. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat MKB'ers hier naar kijken. En de arboartsen en de verzekeringen. Die hele omgeving, die is hierbij betrokken. We houden dit met z'n allen in stand. En ik zou het heel fijn vinden als mensen erover na gaan denken. Nou ja, dat is in ieder geval de vraag, de opdracht die ik heb gekregen om dat in beweging te krijgen. En volgens mij gaat dat wel lukken zo. Oh, do I apply? Onder de 25 jaar zit het thuis vanwege arbeidsongeschiktheid, vanwege depressieve klachten.